Onderweg naar de strafplaats kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. De soldaten dwongen hem het kruis van Jezus te dragen. Zo kwamen zij bij de heuvel Golgotha. Dat betekent schedelplaats. De soldaten gaven Jezus wijn met een pijnstillend middel erin. Maar toen hij ervan proefde, wilde hij het niet drinken. Na hem aan het kruis gehangen te hebben, verdeelden de soldaten zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Daarna gingen zij zitten en hielden de wacht. Boven zijn hoofd hingen ze een bordje met de beschuldiging die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Die morgen werden er ook twee rovers gekruisigd. De een links en de ander rechts van Jezus. De mensen die voorbij kwamen scholden hem uit en schudden hun hoofd. "U zou toch de tempel afbreken en die in 3 dagen weer opbouwen?" hoonden ze. "Als u de zoon van God bent, red u zelf dan. Kom van dat kruis af." De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. "Hij heeft anderen gered," spotten ze. "Maar hij kan zichzelf niet eens redden. U bent toch de koning van Israël? Kom eens van het kruis af. Dan zullen we in u geloven." "Hij vertrouwde toch op God? Als God zoveel met hem op heeft, laat die hem dan komen redden. Hij is immers Gods zoon." Zelfs de rovers die met hem waren gekruisigd, bespotten hem. Van 12 tot 3 uur hing er een dichte duisternis over het hele land. Om ongeveer 3 uur riep Jezus: "Eli, Eli, lama sabachthani." Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Sommige van de mensen die daar stonden, hadden het niet goed verstaan. Zij dachten dat hij om Elia riep. Een van hen haalde vlug een spons, liet er zure wijn in trekken en stak die op een stok. Hij hield die omhoog en liet Jezus ervan drinken. Maar de anderen zeiden: "Wacht, laten we eens zien of Elia hem komt redden." Opnieuw gaf Jezus een luide schreeuw en hij stierf. Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. De commandant en zijn soldaten die bij het kruis waren, schrokken vreselijk van de aardbeving en alle andere dingen die er gebeurden. "Deze man was werkelijk de zoon van God," riepen ze uit. Een groep vrouwen stond op een afstand te kijken. Zij waren met Jezus meegekomen en hadden voor hem gezorgd. Onder hen waren Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Bij het invallen van de avond ging een zekere Jozef van Arimathea, een rijk man en leerling van Jezus, naar Pilatus toe. Hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus zei dat hij het mocht hebben.
Jozef nam het lichaam en wikkelde het in nieuw, schoon linnen. Daarna legde hij het in een nieuw graf dat hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria zaten tegenover het graf. De eerste dag van Pesach, het Joodse paasfeest, was voorbij. De leidende priesters en de fariseeën gingen naar Pilatus en zeiden: Excellentie, die bedrieger heeft eens gezegd: op de derde dag na mijn dood zal ik weer levend worden. Daarom willen wij graag dat u het graf 3 dagen laat bewaken. Anders zouden zijn leerlingen zijn lichaam wel eens kunnen weghalen en rondvertellen dat hij weer levend is geworden. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien. U krijgt een wacht mee, antwoordde Pilatus. Verzegel het graf zo goed mogelijk. Zij verzegelden de steen voor de opening van het graf en zetten er een aantal mannen bij op wacht. Op de dag na de Sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. Ze vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de 2 vrouwen, u hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is, maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden zoals hij had gezegd. Kom maar kijken waar hij heeft gelegen. Ga nu vlug aan zijn leerlingen vertellen dat hij uit de dood is opgestaan. Zeg ook tegen hen dat hij naar Galilea gaat. Daar zal hij hen ontmoeten. Dit kwam ik u vertellen. Hevig geschrokken en tegelijkertijd vol blijdschap holden de vrouwen weg om de leerlingen te vertellen wat de engel had gezegd. Ineens stond Jezus voor hen. Vrede, zei hij. Zij vielen voor hem neer, omklemden zijn voeten en keken vol ontzag naar hem op. Wees maar niet bang, zei Jezus. Vertel mijn broeders dat zij meteen naar Galilea moeten vertrekken. Daar zullen ze mij ontmoeten. Terwijl de 2 vrouwen naar de leerlingen onderweg waren, gingen enkele van de mannen die bij het graf de wacht hadden gehouden naar de leidende priesters. Zij vertelden wat er was gebeurd. De Hoge Raad werd onmiddellijk bijeengeroepen. Ze besloten de bewakers om te kopen en te laten zeggen dat ze in slaap waren gevallen. Daardoor hadden de leerlingen van Jezus zijn lichaam kunnen weghalen. En als de gouverneur ervan hoort, zei de raad, zullen wij wel een goed woordje voor jullie doen. Jullie hoeven echt niet ongerust te zijn. De bewakers namen de steekpenning aan en deden wat hun was opgedragen. Zo is dit verhaal onder de Joden ontstaan. En zij geloven het nu nog steeds. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar zij Jezus zouden ontmoeten. Toen ze hem daar zagen, vielen ze voor hem neer. Maar sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u. Tot het einde van de tijd.